Fysiocollectief Almelo. Jullie hebben een prachtig plan bedacht. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Dat begint ongeveer een jaar geleden. Toen eigenlijk de eerste tekenen van corona zich opdeden. Tijdens de eerste lockdown, toen moesten de praktijken natuurlijk sluiten. Maar er was heel veel onduidelijkheid over. Ook bij patiënten, bij huisartsen en bij ons als fysiotherapeuten natuurlijk ook. Dus toen hebben wij eigenlijk alle praktijken in Almelo benaderd om eenduidig naar buiten te komen. Hoe we nou sowieso gewoon ons werk konden doen. Of wat we allemaal niet konden doen. En zo hebben we dat ook langzaamaan steeds verder uitgebreid, ook met de opschalen, hebben we dat gezamenlijk gecommuniceerd. En we zijn samenwerking aangegaan met sportbedrijf, we zijn in gesprek met de Federatie Eerste Lijn Zorg in Almelo. En tot recent hebben wij als bestuur de leden gevraagd om een werkgroep op te richten, een COVID-werkgroep. Omdat we in de praktijk natuurlijk nu steeds meer mensen zien die revalideren nadat ze corona hebben gehad. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we nu die werkgroep hebben opgericht. En heb je al een beetje een beeld van resultaten? Ik denk dat straks Bente daar misschien wat meer over kan vertellen, want zij is lid van de werkgroep. Ik zelf weet niet zo heel veel nog van de resultaten van de revalidatie, maar wel dat gewoon al veel wordt samengewerkt natuurlijk. Hè, er wordt onder andere met andere disciplines samengewerkt, dus dat is zeker merkbaar. Hè? Ja, want de lijntjes worden op deze manier veel korter gehouden. Absoluut, omdat je gebruik kunt maken van elkaars expertise en elkaars netwerk. Ja, dan, en je merkt ook dat gewoon de communicatie onderling natuurlijk ook veel makkelijker loopt, omdat je elkaar goed kent. Ja, en op deze manier kunnen de mensen die COVID hebben gehad veel sneller geholpen worden. Ja, ze kunnen eigenlijk meteen geholpen worden. En ook efficiënt. En de patiënt staat centraal, hè. Amber, jij bent lid van de werkgroep COVID-19. Maar jij hebt ook zelf corona gehad. Wat heeft die werkgroep voor jou kunnen betekenen? En ja, wat is dat bundelen van krachten? Wat heeft dat voor meerwaarde? Hoe heb jij dat ervaren? Kun je er iets over zeggen? Ik heb zelf in december 2020 dus corona gehad inderdaad. En ben me daarna zelf gaan verdiepen. En wat heeft nou die werkgroep voor meerwaarde? Daar zijn een aantal fysiotherapeuten die zich daarin hebben verdiept. Om te kijken hoe we het beste samen zorg kunnen geven. Dus ja, voor mij als patiënt heeft het misschien nog geen meerwaarde gehad, omdat ik mezelf als fysiotherapeut al heb behandeld. Maar voor alle andere patiënten hier in Almelo heeft het als meerwaarde dat we goede zorg kunnen bieden voor iedereen passend met alle kennis die we als fysiotherapeuten hier in Almelo hebben. Amber, kan jij ook iets aangeven wat voor oefeningen of waar jij zelf heel veel baat bij hebt gehad en wat je terugziet waar mensen ook baat bij hebben. Kan je daar nog iets over zeggen? Een ding waar ik zelf heel erg tegenaan liep is dat je juist eigenlijk in het begin een beetje gas terug moet nemen. Hè, ik ben zelf al van de werkersmentaliteit. Het gaat goed, hup, doorpakken, steeds zwaarder. En dat is juist een tip voor mensen die corona hebben gehad om dat niet te doen. Ietsje rustiger aan doen, beter leren waar de grenzen van je lichaam zijn eigenlijk en daarmee om te gaan. En dan kun je met fysiotherapie natuurlijk veel hulp bij krijgen. En heeft die hulp jou ook goed gedaan? Ik moest het in het begin zelf een beetje aan de lijve ondervinden. Wat ik al aangaf, ik heb in het begin mijn eigen fysiotherapeut uitgehangen en eigenlijk niet netjes gedaan zoals het zou moeten. Dus ik liep tegen een muur aan. Veel last van vermoeidheid, nog steeds wel. Maar als je vervolgens wel aan die dingetjes gaat houden, al die tips en trucs die er zijn, merk je wel dat er een stijgende lijn zit en dat je juist de boel steeds beter kunt volhouden. Bente, jij bent lid van de werkgroep COVID-19. Wat merk je van de corona in jullie praktijk en heeft het effect? We hebben de werkgroep COVID-19 opgezet met een aantal andere therapeuten. En dit hebben we gedaan om zo efficiënt mogelijk de patiënten te helpen. Dit doen we door te kijken welke disciplines de mensen nodig hebben. En we beginnen meestal bij de fysiotherapie. En samen met de fysiotherapeut breng je dan in kaart of je ook bijvoorbeeld de ergotherapie nodig hebt, de logopedie. Of andere specialisaties. En zo proberen we voor elke patiënt een revalidatie op maat te maken. Op de vraag of het effectief is,
het is een beetje lastig antwoord geven natuurlijk, omdat iedereen verschillend is. We hebben mensen die revalideren die op de IC hebben gelegen. Mensen die thuis heel ziek zijn geweest. Mensen die wel op het ziekenhuis zijn geweest, maar niet op de IC zijn geweest. Dus het zijn natuurlijk hele verschillende trajecten. Maar over het algemeen zien we dat mensen gewoon heel erg baat bij hebben dat ze begrepen worden. En dat ze gelijk ook aan het juiste adres zijn. Ze krijgen gewoon gelijk een heel maatwerk mee waar ze aan de slag kunnen en waar ze wat aan hebben. Dat gaat wel hoor.